Het is toch echt super dit. Burgemeester Patricia Hoijting-Graubos had er zin in. Sowieso was fijn dat het eindelijk weer kan een veelgehoorde tekst vandaag. Na 2 jaar zonder activiteiten was het weer volop Koningsdag in de regio. Super! Hoijting-Graubos opende de dag in Heteren. En als je dan die witte duiven ziet en met elkaar het Wilhelmus zingt en al die vrolijkheid ziet en de zon schijnt, ja, dat is een feestje. Daarbij werden ook duiven losgelaten. En nee, dat is geen dierenmishandeling volgens de eigenaar. Dus we hebben echt een paar vaste duiven en die zitten jaren bij ons en die worden oud bij ons en eigenlijk komen ze eigenlijk altijd naar huis toe. De duiven, dat doen we ieder jaar. Dat is eigenlijk dat hoort bij de rituelen van Koningsdag. We hebben het Wilhelmus, we hebben toespraak van de burgemeester. Ja, de duiven toch een beetje symbool van vrede, symbool van feest. Dat is daar ook het idee voor. Dat was nog maar het begin van de activiteiten in Heteren. Er waren bijvoorbeeld springkussens en een versierde fietstocht. Wij hadden gisteren al een hele mooie avond. Ik denk dat de hele feeststand, die was vol. Onder andere Marco Kraats en Ben Pitch, dus die hebben de boel echt op zijn kop gezet. En vanochtend hebben we al een mooie fietsoptocht gehad. Nu een mooi ontbijt. Vanmiddag nog een vrijmarkt, spellen voor de kinderen. Dus ik denk dat het zeker met het weer ook helemaal goed komt. Kijk eens, broodje knakworst voor jou. Hoppakee. Doe er wel bij. Heerlijk druk. We houden ervan, we mogen weer. Leuk voor de kinderen, voor jong en oud. Alsjeblieft, jazeker. En doen jullie dit vaker? Wij doen dit vaker. Wij zijn ook van het Sinterklaascomité, dus wij zijn altijd vrijwillig in het dorp, actief voor iedereen. Vinden we leuk. Nou, we hebben net een rondje gemaakt met de optocht. Met de optocht. Met de optocht. Hebben we helemaal gedaan, dus voor de kleine. En de duiven? De duiven? Ja, die hebben we niet gezien. Die hebben we gemist. Toen waren we denk ik te laat of te vroeg.